Deze beschouwing is om 10 uur 's morgens op donderdag 6 juni 2019. Ik stuitte vandaag bij YouTube, de standaardpagina, op gedoe over de platte aarde. Dat gaat maar niet weg, hè? Dat is razend populair. Het is vandaag in Heerhugowaard is er een bijeenkomst. En die wordt georganiseerd door, door de mensen achter de website deaardsewaarheid.com. En ik zit momenteel te kijken naar hun website. Je kan er naartoe. De Aardse Waarheid, avondpresentatie, donderdag 6 juni, dat is dus vandaag, in De Horst in Heerhugowaard. En dan kan je aanmelden. En die lezing die kost €25. Ah, vind ik vet. En dan kan je kiezen of je dus vandaag komt of dat je 22 augustus naar Reewijk komt, daar woont mijn broer, of 19 september in Ede. Dat is onder voorbehoud. Dan staat er nog een bolletje, maar daar staat niks achter. Een grap is dan, ja, is een beetje flauw natuurlijk, maar er zit dus een knop onder en die heet verzenden. Dat is heel lelijk gemaakt. Het is niet eens zichtbaar dat het de knop is, maar daar kan je op klikken. En dan klik je dan op en dan, ja, net kreeg ik nog bedankt voor uw aanmelding. Maar nu krijg ik helemaal niks. Daar moeten ze nog een beetje aan programmeren, denk ik. Even overnieuw. Oh, nou doet hij het helemaal niet meer. Nou kom ik op Facebook terecht. Wat is dat nou? Aanmelden, klik hier. Oh ja, dan ben ik weer terug. Verzenden. Nee, er gebeurt er niks. Ja, ik ga er ook niet naartoe. Dus. Maar vind je het niet gek, al die mensen met de platte aarde? Een vriend van mij, hij is helaas overleden. Die was er dan ook van op de hoogte. En die zei van, ja, ik vind het eigenlijk wel een mooie theorie. Want dat komt er dan op neer dat de aarde heel erg belangrijk is. Ja, dat is ook zo. Ja. Staat hier ook op de website van de Aardse Waarheid, bij het kopje tot slot, is het eerste artikel, aarde is erg speciaal. Dat is hij ook. Maar is het nodig dat je daarvoor denkt dat de aarde plat is? Waarom? Trouwens, op deze website hebben ze dan een plaatje van de platte aarde. En daarin is dan duidelijk dat als het dag is, dan is het maar op 20% van de aarde is het dag. Omdat de zon, dat is een soort zaklamp met een bundel. En die schijnt dan in een cirkelvormpje op de aarde. En het is maar een klein cirkeltje ten opzichte van de hele cirkel die de platte aarde voorstelt. Ja, terwijl, ja, ik niet beter weet dan dat het altijd op de helft van de aarde dag is. Ik vind het maar gek hoor. Ik
Kijk, en als je, zoals mijn overleden vriend zei, dat je graag een ondersteuning wil in het besef dat de aarde heel speciaal en bijzonder is, dan zou ik zeggen, lees de Bijbel. In den beginne schiep God hemel en aarde. En de aarde was woest en ledig. Want toen begon het invullen. Daar heb je toch niet een platte aarde voor nodig? Wat dat nou? Als ik dan vanavond naar Herugowaard zou gaan, dan zou ik dus een vraag hebben over dit plaatje. En dan vragen naar het bewijs. Want dit moet je makkelijk kunnen bewijzen. Dat het altijd maar op 20% van de aarde is het dag. En 80% is het nacht. Dat moet er ergens uit volgen. Ja, dan moet je dat makkelijk kunnen aantonen. Lijkt mij. Als het waar is natuurlijk. Hè? Ja. Vind het maar vreemd hoor. Dan staat hij dan als tekst onder. De aarde is erg speciaal. Leven op aarde is niet bij toeval ontstaan. Priester Charles Darwin. Zijn evolutietheorie. Gestolen van zijn opa, Erasmus Darwin, zat tussen haakjes, blijkt een grote leugen. De grote evolutiehoax. Ik ken helemaal geen Erasmus Darwin. Wat ik heb gehoord van Alan Watt, dat is iemand die er wel heel wat speurwerk heeft gedaan. En die zegt dat het boek The Origin of Species, dat de inhoud daarvan, het idee erachter, dat al bekend was voordat Charles Darwin op de boot stapte. En dat het opgeschreven was door een oom. En dat het niet gestolen was door Charles Darwin, maar dat het hem... Ja, dat er dus meerdere mensen achter zaten van de familie Darwin. En het is ook niet een ontstaan van het leven verhaal. Nee, het gaat over het ontstaan van soorten. En dan gaat het weer verder op de website. De aarde is geen ronddraaiende bol, maar een schijf met een koepel. The Dome. Oh. Waar blijkt dat uit? Ja. Dan gaat het weer verder. Is de lichtsnelheid wel constant? Vraagteken. Nee, want lichtsnelheid is versneld en vertraagd. Ja, zelfs tot stilstand gebracht. Oh ja. Wanneer dan? En door wie? En dan een stukje in vetschrift. Bold. Sterren zijn klein en staan heel dichtbij. Uitroepteken. Oh ja. Nou, het zal wel. Kijk, Aristoteles, hè, is het oude Griekenland in die tijd. Die geloofde ook in een doom. Dat geloofden de mensen in die tijd. En de sterren, dat waren gaatjes in die doom. En voorbij die doom was er een groot licht. En door die kleine gaatjes in die doom, zag je dus van die witpuntjes. Dat dachten de Grieken, 400 jaar voor onze jaartelling. En dat de aarde niet plat was, maar de vorm had van een bol,
Dat gelooft de mens sinds dat hij met de sextant werkt. Niet gelijk gaan lachen van seks, hé, seks, seks. Ja. Ah, met een X. Ja. Dat is een apparaatje, daar kan je een hoek mee meten. Tot een hemellichaam. De hoek tussen de horizon en een hemellichaam. Vanaf jouw positie dan. Hè? En dan weet je je breedtegraad. Als je ook nog weet hoe laat het is. En je weet hoe laat de zon opgaat. Dan weet je je lengtegraad. Dus dan weet je waar je zit op deze aarde. Handig als je een boot, met een boot aan het varen bent. En de Poolster bijvoorbeeld. Ja, als je op Arctica bent, de Noordpool. Dan staat de Poolster recht boven je. En als je richting de Evenaar gaat varen, dan zakt de Poolster langzaam omlaag. En ja, bij de Evenaar staat de Poolster zeg maar, op de horizon. En ga je voorbij de Evenaar, dan kan je de Poolster niet meer zien. En de Poolster is makkelijk te herkennen, want het is de helderste ster, dacht ik, die er is. Ja, en hoe kan dat dan? Ja, die platte aarde mensen die zeggen van... Ja, de platte aarde mensen die wagen zich hier niet aan, volgens mij. Maar die zullen zoiets beweren van licht kan maar zoveel kilometer reizen. En ja, bij de Evenaar zit je te ver van de Poolster af, dus dan kan je de Poolster niet meer zien. Zoiets. Ze dan zeggen. Maar voorbij de Evenaar kan je wel het Zuiderkruis zien. En dat Zuiderkruis, dat kan je zien. Ja, op alle plekken van voorbij de Evenaar. Terwijl in de platte aarde is alles voorbij de Evenaar. Dat, ja, dat is dan een soort schijf natuurlijk. Met een gat in het midden, want dat is dan alles binnen de Evenaar. Dus alles buiten de Evenaar is een soort cirkelschijf. Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Nou, dat is een ringetje. Een ring, een platte ring. Maar overal op die platte ring kan je het Zuiderkruis zien. Maar niet de Poolster. Ja. Goeie vraag voor degene die vanavond naar Heerhugowaard gaan. Moet je eens aan hem vragen, aan die man. Of vrouw. Ik denk wel dat het een man is hoor, die op het podium gaat staan. En, de mensen hebben recht op de waarheid, staat op de website. Hè? It is time for truth. The non-global earth truth. Dan staat eronder dan, dan gaan ze beginnen met Michelson-Morley, dat experiment. En Michelson-Morley zou dan bewezen hebben, dat experiment zou bewezen hebben dat de aarde stilstaat. Ja. Het is niet helemaal zo. Michelson-Morley, het ging erom of er zoiets was als ether. En dat is niet aangetoond. En licht is daarmee wel een vreemd fenomeen, want het is dan een golf die zich niet voortbeweegt in een medium. Terwijl iedere andere golf die wij kennen, beweegt zich voort in een medium. Dus denk aan een golf op een wateroppervlak, het beweegt zich voort op het water. En een geluidsgolf die beweegt zich voort in de atmosfeer, in de lucht. Dus in vacuüm kan je niet praten. Daar kan je geen geluidssignaal overbrengen. Maar dat kan dus wel met licht. Want licht heeft kennelijk geen medium nodig.
Nou, snap ik ook niet hoor. Ik snap niet hoe dat werkt, maar daar ben ik niet de enige in. Niemand snapt hoe dat werkt, by the way. En je hebt het gedoe met kwantummechanica en die theorie erachter. Dat is een stapel wiskunde. Verschrikkelijk ingewikkeld, by the way. En daar kan je wel bepaalde experimenten elegant mee verklaren. Maar dat zijn maar weinig experimenten hoor. En echt dat grote plaatje van hè, waar het allemaal om gaat. Met de aarde en de maan en de zon en zeg het maar. Dat kunnen ze niet bevatten, ja. De officiële wetenschappers, hè. Zoals Johan Oldenkamp zou zeggen, die schetenwappers. Maar dat is flauw, om zo te spreken. Door wetenschap is de kennis die gevonden is door gebruik te maken van een zorgvuldige methode. Vind ik ook zo raar dat die bij de platte aarde, dan draait de zon in cirkels boven die pannenkoek. En als het hier zomer is, dan draait de zon binnen de evenaar. En als het hier winter is, dan draait de zon buiten de evenaar. Maar een dag... Dus een etmaal, moet ik dan zeggen, een etmaal tijdens de winter is net zo lang als een etmaal tijdens de zomer. Terwijl het rondje wat de zon dan draait tijdens de zomer, dat rondje heeft een kleinere straal, dus een kleiner rondje, dan het rondje dat de zon draait tijdens de winter. Dus dat betekent dat tijdens de winter de zon een stuk harder draait dan tijdens de zomer. Ja, man... Ik vraag me af waarom dit is. Hè? Ik denk toch, dan kom ik terug op de woorden van mijn overleden vriend. Mensen hebben behoefte aan een zin van het leven of zo. Zingeving. En... Ja, en ik zou zeggen, lees je Bijbel. Dan heb je genoeg zingeving, toch? Ja, probeer moreel te leven, heb je voldoende zingeving. Ja. We zijn niet naar de maan geweest, dat geloof ik niet. Of als we wel zijn geweest, dan... Ja, waarom zijn dan al die gegevens vernietigd? Er zijn mensen die zeggen, ja, ze hebben al die gegevens over die maanlandingen en hoe je daar naartoe kan komen en zo. Dat hebben ze allemaal vernietigd, want ze zijn zo geschrokken met wat ze op de maan hebben gezien. Dat ze werden ze helemaal bang. We gooien alles weg, want stel je voor, er gaat nog iemand naartoe. Ja, ga er weg, man. Dus dat er niet gevlogen is naar de maan. Ja, dat is wat ik geloof. En dat de aarde plat is, dat geloof ik niet. Simpel. Ik zit even te lezen hier, dat kopje vliegroutes. Vliegroutes bewijzen het. Een vliegtuig kan niet landen op een bewegend vliegveld. Ja, kijk, als jij in een vliegtuig zit, of op een trein, een train de grand vitesse, een TGV, een HSN, een hoge snelheidslijn, trein. Ja, dan merk je er ook niks van, dat ding met de 600 km per uur door het landschap raast. Wat is dat nou?
Ja, terwijl die versnelt, voel je even zo. We gaan sneller, we gaan sneller. Ja, nou, uiteindelijk zit je dan op die enorme hoge snelheid. Hoe hard gaat die TGV? 300 km per uur of zo? En daar merk je toch niks van als je in die trein loopt. Als je in die trein een koffiebekertje laat vallen, ja, dat valt recht omlaag natuurlijk. Ja. En dan staat hier dan ook bij het kopje vliegroutes bewijzen net. Er staat als laatste. Hoe kan het zijn dat Polaris, dat is de Noordster, de Poolster, altijd boven de Noordpool van een bewegende aarde staat? Ja, omdat de Poolster, die staat ongelooflijk ver weg. En dat beetje beweging dat wij maken, ja, ten opzichte van die afstand, maakt dat helemaal geen biet uit. Maar dat is hoe ik het geleerd heb. En mensen zoeken dan een soort houvast. Dan gaan ze alles in twijfel trekken waar ze maar van gehoord hebben. En ik hou er toch mee op. En los daarvan, het is maar wetenschap. Als Immanuel Kant heeft gezegd dat een fenomeen als tijd, vergeleken met een fenomeen als ruimte, dat zijn twee fenomenen die veroorzaakt worden door het feit dat wij nadenken. Op een bepaalde manier. En wij denken op een bepaalde manier en die bepaalde denkmanier, en dat noemen wij denken, want wij kunnen niet anders denken dan op die manier. Dus de enige manier die wij kennen, en wij noemen dat denken. Redeneren. Iets met oorzaak en gevolg en zo. Nou, en dat leert ons dan dat tijd iets anders is als ruimte. Maar hoezo? Dat is het directe gevolg van onze manier van denken. Punt. En binnen de wetenschap is tijd iets anders als ruimte. Ja, dat lijkt me nogal wieders, ja. Dus ook die anderen, daar hoor je de laatste tijd niet veel meer over. Maar daar hebben ze ook zo drukte over gemaakt. Reizen in de tijd. Waarmee ze dus tijd gelijkstellen aan ruimte. Ja, want in de ruimte kan je reizen. Je kan van Tokio naar Los Angeles en vervolgens van Los Angeles terug naar Tokio. En dan zien ze dus dat de mensheid is op reis door de tijd. Dus vroeger was de mensheid in de 19e eeuw en nu zit de mensheid in de 21e eeuw. Dus we zijn 2 eeuwen verder. Zijn we gereisd door de tijd. Dus kan je dan ook terugreizen. Dat is toch onzin? Ruimte en tijd zijn wetenschappelijk gesproken twee hele verschillende dingen. En in de tijd kan je niet reizen. De tijd gaat voorbij. Je kan als je reist bijvoorbeeld. De eenheid van snelheid is een meter per tijdseenheid. Dus ruimteeenheid gedeeld door tijdseenheid. Dat is de mate waarin je reist. En momenteel zit ik met mijn billen op mijn IKEA-bed. En mijn snelheid is 0 meter per tijdseenheid. Ik verplaats mij niet. En zo dadelijk ga ik eventjes naar de Action. Zo'n winkel met van die goedkope spullen. En ja, en dan heb ik een bepaalde snelheid. En dan kom ik ook weer terug thuis. En dan reis ik dus even. Maar niet in de tijd. Je kan helemaal niet reizen in de tijd. Mensen die klampen zich daaraan vast.
En die gaan er dingen roepen van ja, en die man Albert Einstein, die heeft dat mogelijk gemaakt hoor, in zijn theorie. Dat is helemaal niet waar. Dat is echt dat is bullcrap. Eigenlijk iets verteld over dat. Ja, als je heel snel reist, omdat je niet sneller kan dan het licht. Dat stelt Albert Einstein dan, hè? Je kan niet sneller dan licht. Nou, de vraag is waarom dat niet is, maar dat neemt Einstein dus even aan. En aangezien je alsmaar sneller kan gaan, en dat is in principe denkbaar, nog sneller, nog sneller, nog sneller. En je kan dus niet sneller dan het licht, terwijl je wel sneller kan. Ja, zegt Einstein, dus als je echt ontzettend snel gaat en je zou zo snel gaan dat je sneller zou gaan dan het licht, dan gaat de tijd plotseling sneller. Zo houdt hij de boel bij elkaar. Nou, en er is mij verteld dat ze hebben dat getest in een experiment met twee hele nauwkeurige klokken. En die ene klok die lieten ze staan op aarde en die andere klok die was aan boord van een straaljager. En die vloog met de hoogst mogelijke snelheid een rondje om de aarde heen. En toen bleek dat die klok die in de ronde was gevlogen, dat die inderdaad voorliep op die klok die was blijven staan. Dus die klok die rondgevlogen was, die was ouder. Die had meer meegemaakt, zullen we zeggen, dan die klok die stil was blijven staan. Ja, het gaat dan wel over een mini verschil. Ongelooflijk veel cijfers achter de komma. En ik vraag me af of dat experiment echt wel gedaan is. Want die klojo's die zijn in staat om zoiets alleen maar in de krant te zetten, hoor. Er is toch geen hond die het kan controleren. Want ik heb ook ergens een nieuwsuitzending gehouden en dan zeg ik, Einstein is een flapdrol. Er is niet eens zo gek veel naar gekeken, dus bij deze, kijk er even naar, het is best een leuke uitzending. Dan leg ik het uit waarom Einstein, Albert Einstein, een flapdrol is. Een over het paard getilde flapdrol. Ik ga er ook nog eentje houden over Nikola Tesla. Dat is ook zo'n flapdrol. Sterker nog, ik ga thee zetten. Dan ga ik dat gelijk even doen. Dan is dat ook, dan ben ik er ook vanaf. En waarom hebben mensen dit nodig? Nou, omdat ze de Bijbel niet lezen. Klaar. Dan gaan ze zich verliezen in ja, maar rare dingen te denken. En vastklampen aan, ja, de aarde is plat. Er is gelogen tegen ons. Ja, er is gelogen tegen ons. Ja. Er is gelogen tegen ons over het feit dat de Bijbel het woord van God is. En dat wordt helemaal niet meer verteld op de scholen. Als je tegenwoordig aankomt met dat je een christen bent, en dan kijken mensen je aan alsof je van Mars komt. Ja, dan komt er, iedereen is voorgelogen. Als je tegenwoordig tegen iemand zegt van vrouwen die dienen in een relatie te luisteren naar hun man, dan word je uitgemaakt voor een vieze, vuile seksist. Terwijl het de enige manier is waarop een man en een vrouw samen iets kunnen gaan doen. Die vrouw moet luisteren naar die man. Want mannen weten in de regel meer dan vrouwen. Die zijn bedachtzamer, die zijn rationeler, die hebben niet zo'n last van hormoontjes. Enzovoort, enzovoort. Dat is al lang bekend. Ja, en daarover wordt gelogen tegen ons. Er wordt ons verteld dat vrouwen gelijk zijn aan mannen. Dat zijn ze helemaal niet. Dat zullen ze niet worden ook.
Dus mijn dochter, ik ga afronden hoor, maar mijn dochter die vertelde me dan 2 weken, 3 weken terug was ze bij mij, dat ze dan haar vrije tijd doorbracht met het bezoeken van lezingen. En dan was het onderwerp wat ze erg interessant vond, dat was dan, weet ik veel, de vrouwenbevrijdingsbeweging. Ja, ik dacht dat ik de slappe lach kreeg, man. Ja, waar blijft dat dan? Toen ik in Wageningen ging studeren, had je dat ook al. Van die vergaderingen, en dan mocht je als man mocht je daar niet in, hoor. Nee. Nee, even wij vrouwen onder elkaar. Dan had je zo'n begrip, dat heette vrouwenstudies. Tja. Als je een vrouwenstudie wil maken, moet je Genesis 3 gaan lezen. Ja, dus Adam en Eva, die woonden lekker in het paradijs. Elke dag gratis te eten, hoefden niet te werken. Hadden helemaal geen kleren nodig. Liepen gewoon in een blote kont, net als de olifant. Ja, ook de olifanten hadden helemaal geen kleding aan in die tijd. Tegenwoordig ook nog steeds niet. De krokodillen waren bloot, de leeuwen waren bloot, de lammeren waren bloot. Iedereen was bloot en de mensen waren ook bloot. Adam en Eva dan. En ze mochten één dingetje niet. Ze mochten niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En wat ging Eva doen, die tuthola? Die liet zich verleiden door de slang. Ja, ik wil het toch wel even weten, hoor. Wat is nou eigenlijk goed en wat is kwaad? Ja. Ja, toen was het paradijs weg, hè? Ja. Nee, dankjewel, Eva. De reuze fijn meid. Goh, heb je nog meer van die geweldige ideeën? En iemand als Jörg Liesman, die zegt dan heel vriendelijk nog erachteraan van ja, maar Adam was ook niet vrij van zonde, want die deed fijn met zijn vrouw mee. Nou, inderdaad, Adam was in die zin ook een tuthola. Maar ja, mijn vrouw deed het, dus dan deed ik het ook maar. Ja, how stupid can you be? Kijk, daar zit de zingeving van je bestaan. Ben je dat soort dingen te beseffen en je niet te gaan lopen verkneuteren over het feit dat de aarde eigenlijk plat is. En Antarctica, kijk, het is namelijk zo, dat zeggen ze ook, hè. Antarctica, dat is een ijsmuur en daarachter ligt een hele grote ijsvlakte. En de pannenkoek is trouwens 12 kilometer dik. Ja, hoe ze dat weten, weet ik ook niet. Maar dat weet ik veel, dat heeft een of andere ziener dan gezien of zo, hè. Kijk, dat de omtrek van de aarde zoveel kilometer is, dat weten we, hè. Dat weten we al sinds Epifanes of zo. Erasto, een of andere Griek. Die kon de diameter van de aarde. Ja, nee, die Griek wist het al. Ja, nou goed, een ander verhaal. Maar dat de aarde 12 kilometer dik is. De aarde is dus een pannenkoek en is 12 kilometer dik, die pannenkoek. Ja, hoe weet je dat, man? Heeft iemand daar een gaatje in geboord? En na 12 kilometer, ploep, zat hij aan de andere kant? Ja, ja. Onzin, natuurlijk. En dan vluchten mensen dan in weg in dat soort vreemde gedachten. En proberen daar dan een zin van het bestaan uit te ontleden. En ik zeg je, dat kan helemaal niet. Hoezo kan je nou de zin van het bestaan ontleden aan het feit dat jij dan als mens jarenlang bent voorgelogen over het feit dat de aarde rond is. Of bolvormig is. Terwijl het feit dat de aarde een bolvorm zou hebben, dat verklaart prima dingen als de seizoenen en dag en nacht en ook zoiets als de Corioliskracht. Ja, dan weet je toch genoeg. En voor mij, ja, als ik naar buiten ga, ja. De kromming van de aarde is iets van 8 centimeter daling per kilometer lopen. Dus
Als je een kilometer gaat reizen, verplaatsen, dan ga je tevens 8 centimeter omlaag. Ja, dat is wel heel erg weinig op een kilometer, hè? Ik vermoed dat ze daar bij het land meten niet eens rekening mee houden. Vermoed ik. Er is ook zo iemand, ook zo'n platte aarde website die dan een fotootje had van een biljart. Waar dan ballen op lagen en dan zo, ha 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 ha, hoe kan het nou als de aarde rond is dat je een biljart hebt? Jongen, jongen, jongen. Dat is 8 centimeter op een kilometer, man. Over 2 kilometer is het dan. 4 keer zoveel, is het 32 centimeter. Ja, nou en. Ja, maar dat betekent dat vliegtuigen, die moeten altijd een klein beetje omlaag vliegen. Nou, dat doen die vliegtuigen vanzelf, hoor. Die worden namelijk aangetrokken door de aarde, snap je? En hoe hoger ze komen, des te minder luchtweerstand ze hebben, dus des te minder drijfvermogen. Vandaar. Het is allemaal niet zo moeilijk, man. Nou, ik ben razend benieuwd naar mijn uitzending over Nikola Tesla was een flapdrol. Ik hoop dat ik daar een beetje gemopper over krijg. Want er zijn zoveel van die gelovigen die daarmee bezig zijn. Dus, nou, en dan zeg ik op zijn hamburg. Tjus en dag lieverds.